We hebben zo'n 40.000 tot 60.000 gedachten op een dag. En 80% daarvan is negatief. Je kunt zien dat die gedachten over wegen in jouw brein gaan. De negatieve gedachten gaan via de snelweg. En de positieve gedachten pakken veelal de toeristische route. Gedachten komen en gaan en zijn niet te stoppen. Op het moment dat je overdag te weinig aandacht geeft aan deze gedachten, dan krijgen ze in de nacht, wanneer alle afleidingen weg zijn, vrij spel. Dan gaan ze tekeer in je hoofd en zorgt ervoor dat je gaat piekeren. Het kan helpen om deze gedachten eens op te schrijven en te gaan onderzoeken waar ze vandaan komen. Op het moment dat je gaat vechten tegen deze negatieve gedachten in de nacht, dan word je actief en dan jaag je de slaap weg. Ik heb nog 5 tips voor je. Tip 1. Neem negatieve gedachten niet al te serieus. Tip 2. Heb je in de nacht beren op de weg, oftewel negatieve gedachten? Vraag ze vriendelijk en ontspannen om aan de kant te gaan. Zo rol je de rode loper weer uit voor je slaap. Tip 3. Geef overdag gedachten en emoties de ruimte, zodat ze in de nacht minder aandacht vragen. Schrijf ze bijvoorbeeld eens op. Tip 4. Probeer de verleiding te weerstaan om op het moment dat je in de nacht aan het piekeren bent, je telefoon erbij te pakken. Daardoor word je alleen maar alerter en dat jaagt slaap verder weg. Tip 5. Wil je ontdekken wat voor jou werkt? Zoek hulp op het moment dat je het lastig vindt om te gaan met negatieve gedachten.